U geeft aan dat u voldoende groente eet. Dat doet u dus goed. Jammer dat het u niet lukt om wat meer fruit te eten, maar het is heel positief dat u dit wel wilt veranderen. Misschien heeft u wel eens gemerkt dat het goed voelt als u fruit eet. Uw lichaam geeft eigenlijk heel goed aan dat het groente, maar ook fruit, goed kan gebruiken. Soms denken mensen dat fruit niet gezond is, omdat het veel suikers bevat. Het bevat inderdaad meer suikers dan groente. Maar het zijn vooral goede suikers. Zo wordt uw lichaam hierdoor voorzien van energie, waardoor u uw dagelijkse bezigheden kunt uitvoeren, kunt nadenken en kunt bewegen. Daarnaast geeft het eten van fruit een verzadigd gevoel, waardoor u minder snel de behoefte heeft om weer iets te gaan eten. Ook zorgen de vezels in zowel groente als fruit ervoor dat uw darmen goed hun werk kunnen doen, en dat voelt u. Kunt u deze effecten van fruit missen? Misschien weet u niet wat u mist. Probeer het anders eens een tijdje. Succes! Dan volgt er nu een persoonlijk verhaal van iemand over groente- en fruitconsumptie. Mijn naam is Daan en ik ben huisarts. Ik ben twee jaar geleden in deze praktijk komen werken en ik heb het erg goed naar mijn zin. Naast het voorschrijven van medicijnen merk ik dat ik erg gericht ben op preventie, misschien wel meer dan de gemiddelde collega. Ik vraag me bijvoorbeeld bij het merendeel van de patiënten af wat het belang van voeding in hun verhaal zou kunnen zijn. Of het nu gaat om diabetes, reuma, vaak verkouden of moeheid, volgens mij is voeding van groot belang. Ik probeer altijd om het onderwerp gezonde voeding bespreekbaar te maken, ook al ziet iemand er gezond uit of is iemand aan het genezen van een gebroken been. Een behandeling kan effectiever zijn en het lichaam kan herstelwerkzaamheden beter uitvoeren wanneer de conditie van de patiënt goed is. Een gezond eetpatroon en dus voldoende groente en fruit is hier zeker een onderdeel van. Ik vind het belangrijk om hier aandacht aan te besteden, omdat het iets is wat de patiënt zelf kan doen om de gezondheid te verbeteren en ziekte te voorkomen. Want regelmatig eten van groente en fruit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de bloedvaten gezond zijn. Als je voor langere tijd dagelijks voldoende groente en fruit eet, dan kan het je echt beschermen tegen bepaalde ziektes. Ik wou dat alle patiënten in mijn praktijk dat beseften. Ik weet zeker dat ik het in de wachtkamer zou merken.